ben hier in Zuuk, vlakbij Epe. En hier achter mij is een kopermolen. Die staat er al eeuwen. Een watermolen. En dat komt omdat in het westen de heuvels van de Veluwe zijn. En dat water liep dan al eeuwenlang hier langs naar de richting van de IJssel. Nu naar de Grift. En er waren honderden watermolens. En die hebben voor de economie gezorgd hier in de deel van de Veluwe. Nou, dat water werd gebruikt om koper te verwerken. Hij niet voor niks kopermolen. Niet zijn hele leven. Hij is uit de 16e eeuw, dus vele eeuwen heeft hij gewerkt. Hij heeft ook graan gemalen en papier is er gemaakt. Maar dat koper dat kwam dan aan, ik denk, op schepen in Dordrecht, uit Zweden bijvoorbeeld. Ging per schip naar Arnhem, per wagen hier naartoe. Dat waren broodjes. En die werden dan platgeslagen. Hele grote hamers werden langzaam opgetild door dat water. En die vielen dan een enorme klap erop. Dat koper was een beetje warm gemaakt en het werden dunne platen. En die platen werden toen gebruikt om onder schepen te timmeren. Houten schepen. Want daar groeiden allerlei plantjes tegenaan. Zeker als ze naar Indië gingen. En als je de koper optimmerde, dunne platen. Koper is gif. Dan krijg je die aangroei niet en dan kunnen de schepen sneller blijven varen. Binnen zit nog een maalstoel. Dat betekent dat je graan kunt malen. Dat was wat het uiteindelijk was in de 70er jaren van vorige eeuw. We staan hier bij de maalstoel van de korenmolen. En er werd graan mee gemalen. Maar er is ook papier gemaakt. En dan had je grote roertrommels waarin vezeltjes dreven. En daar maakte je papier van. We zijn hier op de zolder van toen het de papiermolen was. En dan werd hierboven werd het papier gedroogd. En het werd opgehangen aan die lijnen hierboven. En werd onder andere ook van dit papier gemaakt. Het drogen van het papier gebeurde hierboven. Er werden die luiken opengezet. En dan was het papier opgehangen. En dan moest het een hele tijd hierboven hangen om te drogen. En alles wat hier binnen is, daar zijn nu prachtige opnamen van gemaakt. Dat is particulier eigendom, maar 15 september kun je naar binnen en kun je de verhalen krijgen. Aanmelden bij Hagedoorns plaatsen.